Oké, een van de vragen die ik van jullie gekregen heb is: wat is ARP? ARP is een onderdeel wat aan bod komt bij de ALA van periode 3 van niveau 4. Een aantal van jullie hadden gezegd van joh, weet niet precies wat het is. En daar kan ik een klein stukje uitleg over geven. ARP, dat staat voor Address Resolution Protocol. Nou, en wat doet dat? Dat zet eigenlijk MAC-adressen om in IP-adressen. Dus je kan het een klein beetje vergelijken met de DNS-servers. De DNS-servers die zet eigenlijk DNS-namen om IP-adressen. En andersom trouwens. En dat doet Address Resolution Protocol ook, maar dan op een ander niveau. Elke computer die aangesloten is op een netwerk, dat heeft een zogenaamd MAC-adres. En een MAC-adres dat zit ingebakken in je netwerkkaart. En die netwerkkaart met dat MAC-adres heeft dus een uniek nummer. En dat unieke nummer dat zit dus vastgebrand in die netwerkkaart zelf. Wat er gebeurt met het Address Resolution Protocol is: stel je voor je hebt een computer die zit op het netwerk met een bepaald MAC-adres in zijn netwerkkaart en die wil gaan communiceren met een andere PC. Nou, dat doet hij niet op basis van het MAC-adres, maar er zit een laag tussen. Dat doet hij over TCP/IP. Nou, wat TCP/IP doet, die gaat dus via een IP-adres te proberen te connecten met die andere machine. Dus stel je voor, je hebt een MAC-adres en dat MAC-adres ziet er zo ongeveer uit. Even hoog laten werken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Nou ja, daar kan TCP/IP niet zo heel veel mee. Wat ARP doet, is die zet dit MAC-adres om in een IP-adres. Bijvoorbeeld 192.168.1.1. Zodat TCP/IP er wel mee overweg kan. Nou, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit in de praktijk? Een oefeningetje die ik mijn studenten wel eens laat doen, is de volgende. Ik open een DOSBox. En in de DOSBox heb ik een beschikking in Windows over het volgende commando, ARP. Als ik dat zomaar indruk, dan krijg ik eigenlijk niet de feedback die ik wil. Ik krijg eigenlijk gewoon een helppagina te zien. Maar als ik nu het commando ARP intik met met min A erbij, dan krijg ik wel wat te zien. Namelijk wat ik hier te zien krijg is: dit is mijn netwerkkaart. Ik heb meerdere netwerkkaarten in mijn PC zitten, maar dit is de netwerkkaart die aangesloten is op mijn fysieke netwerk. En daar zie ik dus eigenlijk alle IP-adressen binnen mijn netwerk en de daaraan gekoppelde MAC-adressen. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde nogmaals als DNS: het omzetten van een MAC-adres naar een IP-adres. DNS doet dat. Dus IP-adres naar een DNS-naam of omgekeerd. En zo werkt AP. Feitelijk hetzelfde. Nou, ik hoop dat ik het zo een beetje goed uitgelegd heb. Zo niet, stel me vragen en ik hoor van jullie. Bye bye.